Een mogelijke hereniging van het geliefde TV-duo Geer en Goor lijkt voorlopig niet op de agenda te staan. Gerard Joling benadrukte onlangs in RTL Boulevard dat er nooit concrete gesprekken hebben plaatsgevonden, zowel met RTL als SBS 6, en ook niet met zijn voormalige compaan Gorde. Wij hebben geen plannen in die richting, verklaarde Joling vastberaden. De ontkenning van een mogelijke comeback kwam niet alleen van Joling. Eerder deze week verwierp ook Gorde alle geruchten over een nieuwe serie met het duo. Op Instagram bestempelde hij de beweringen van juist vlogger Yvonne Koldenweyer als totale fucking bullshit. Koldeweijer beweerde dat er al een volledig seizoen van Geer en Goor was besteld en dat de opnames gepland stonden voor mei. Zelfs de televisiestations RTL en Talpa sloten zich aan bij de ontkenningen. Vorige maand lieten ze weten dat er geen plannen waren voor de terugkeer van Geer en Goor. Dit volgde op afzonderlijke uitspraken van zowel Joling als Gorde, waarin ze aangaven een nieuwe samenwerking niet uit te sluiten. Ondanks de duidelijke ontkenningen en het gebrek aan formele besprekingen blijft de speculatie rondom een mogelijke hereniging van Geer en Goor voortduren. Fans houden hoop op een comeback van het dynamische duo, maar voorlopig lijkt het erop dat beide heren andere projecten op hun agenda hebben staan. Het blijft afwachten of er in de toekomst toch nog iets in de maak is voor Geer en Goor.